Hey guys, ik weet niet of ik verstaanbaar ben, want ze zijn hier zeg maar het hele dorp aan het afbreken voor some fucking reason. Ik had op Instagram gevraagd of jullie een video wouden van mijn nieuwe auto, want dat is hip hè. YouTubers doen dat. Nu ben ik natuurlijk niet echt een YouTuber, ik ben meer een sekssymbool. Baba boy. Ik voel me ook een beetje onwennig. Ik moet gewoon eerlijk zijn, de laatste keer dat ik daadwerkelijk buiten een video heb opgenomen, kan ik me niet eens mee heugen. Ja? Ik zit alleen maar achter die computer. Zo. Voelt ook goed hè? Buitenlucht. Nou goed, desalniettemin. Ik heb 2 maanden geleden heb ik een nieuwe auto gekocht. Ik heb een Audi A1 uit het bouwjaar 2021 gehaald, februari. Dankzij jullie natuurlijk hè. Dus neem even een like en abonnement, anders word ik kwaad. Ja? Goed, anyway, ik denk dat we niet te veel moeten lullen, want daar hebben jullie niks aan. Jullie willen gewoon die auto zien en kijken wat die allemaal voor vette snufjes heeft. Dus man, laten we niet YouTuber, wacht. Eerlijk? Dit is hem ouwe. Nu hoor ik jullie denken, Don, waarom heb je geen RS3 man? Don, waarom heb je geen RS3? Budget was lip, nee grapje. Ik, kijk, weet je wat het ding is? Ik vind auto's leuk, maar ik vind auto's niet per se het belangrijkste ooit in mijn leven wereldwijd. Ik geef er eigenlijk, nou, ik geef er wel wat om, maar niet te veel. Zeg maar, mijn PC is mijn Lambo. En deze, maar hé, dat is alsnog nice. Ik denk dat we niet te veel moeten lullen. Beauty shots, man. Druk op het duimpje omhoog als je wat... Oké, beauty shots nu. Jouw. Eerlijk, die beauty shots waren sick, man. Waren sick. Ik weet ook dat jullie genoten hebben van die beauty. Ik ben echt slecht in YouTube, maar maakt niet uit. Ik neem jullie even mee in de dash, man. Want jullie zijn natuurlijk sick benieuwd naar de dash. De dash spreekt voor zichzelf, man. Ik kan hier zo mijn lane assist kan ik aan en uitzetten. Ik weet niet of jullie dit ziet, cameraman. De lane assist. Zie je de lane assist? Gaat aan en uit. Die houdt mijn auto een beetje binnen de lijntjes, man. En ik kan ook nog dit doen. View. Dan heb je gewoon de hele view. En deze kan ik pakken. Dan heb je gewoon het album van Dave East. Gewoon virtual cockpit. Je weet toch, ik kan gewoon dit volume. Ik kan mijn moeder bellen. Belangrijk, man. Ik heb hier een essential Audi geurding ook. Ja, stop, man. Verwarmingje. Dit is een, ik weet niet hoeveel inch. Een paar inch. Touchscreen, kan je gewoon zo doen. Zet je de Google Maps gewoon. Nu zien jullie dat wij in Spaar en Wouden zijn. Fuck, leaked, man. Als je hier nog snel heen komt, zijn we er nog, man. Je pakt hier gewoon die Spotify. Je weet toch, je hebt hier alle apps gewoon. Google CarPlay. Spreek voor zichzelf, man. Maar is wel iets wat ik er echt op wou hebben. Is nice, man. Het werkt ook. Het is heel responsive. Het is heel nice. Dit is wel echt die nieuwe Audi kwaliteit waar... Het lijkt wel een ad voor Audi, dit. Eerlijk? De dash loopt ook zo schuin af. Zien jullie dat? Ga maar die camera eens, camera. Kijk, zoals jullie kunnen zien, de dash... De dash loopt schuin af, man. Is al een dikke lens, man. Oh, daar wil iemand langs. De dash loopt schuin af, man. Nu komt nog het vetste gedeelte. Laat ik hem even zo achteruit zetten, kamer. Moet je hier even op letten, kamer. Moet je hier even op letten. Let op. En af. Oh, man. Parkeersensoren voor en achter, man. Voor en achter. Dus je hebt voor... Kun je gewoon, hoef je gewoon niet debiel te zijn en iets te raken. En achter ook niet, want je, eerlijk, je hebt gewoon dingen, man. Topsnelheid van het ding weet ik niet. Ik weet ook niet hoe lang het duurt voordat hij naar de 100 gaat. Het duurt wel even. Het is gewoon meer gebaseerd op comfort. Het is een en al comfort in deze auto, ja? Ja, man, dan hoor ik jullie denken, Don, wat blaas je dan zoal in je buggy? Is het geluid zo goed? Ik heb ook deze. Dan hoor ik jullie denken, Don, what the fuck is dat, gast? Dat is een stuurslot, ja, want ik woon nog steeds in de ghetto. Dan hoor ik jullie denken, Don, je bent toch top 4 Twitch alle tijden? Je hebt toch money? Ja, maar ik heb nog geen huis, ja? Dus als jullie allemaal even deze video 2 keer kijken, dan kan ik huis kopen. Lijkt me echt top. Zijn er nog features die ik over het hoofd heb gezien? Ik geloof het niet, ja? Dus guys, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor altijd alle support om de video's. Alle grappen aside,
Ik bedoel, als jullie allemaal die video's en die streams niet checken, dan kan ik zo'n auto niet rijden, man. En ik bedoel, ik weet dat het geen Lambo is. Jullie zien mij ook niet meer nu. En ik weet dat een Lambo wel een beetje de standaard is in YouTube Nederland. En dat standaard doorbreek ik heel graag. Maar ik wil jullie wel bedanken daarvoor. Dus neem een like en een abonnement. En check jullie weer bij de volgende video, man. Deuces, bitches.